Hebben jullie het gezellig? Helemaal top, barbecue ja. Met Wegen. Leuk hè? Heerlijk. De kok moet ook proeven. Ja, is heel belangrijk. Twee tegelijk. En dit is een spirit van Wegen. Dat zijn dus drie branders en een zijbrander. En als je dat kamer maakt, dan moet je dat. Doen we die middelste brander uit en die twee buitens laten aan, dan krijg je dus in principe indirect vuur. Je krijgt aan twee kanten krijg je warmte, waardoor je vlees, als je het in het midden legt, niet kan verbranden. En dan krijg je een soort circulatie, waardoor die dus mooi gaat. Indirect, zoals dat heet, de gouden zin. Kijk, die rollades mogen er ongeveer al af. Die hebben we net gemaakt met de mensen. Maar het vuur ligt dus aan de zijkant en midden hebben we dus een bak. Die is gevuld met water en kruiden. Deze workshop is georganiseerd door het tuincentrum zelf. Ja. Daar kunnen mensen op inschrijven. En dan komen wij uitleg geven en recepten fabriceren. En wij proberen dus recepten te doen die dus niet alledaags zijn, maar wel voor iedereen te doen zijn. Dit is dus een gehaktrollade die bekleed is met spek. En hier hebben we hem dus met rookhout bij gedaan. Hier komt een rooksmaakje aan. En hier hebben we dezelfde gedaan zonder rook. We eindigen met een nagerecht en dat is dus een chocoladecake. Spannend. Op de barbecue. Smaakt het, heren? Jullie zelf gefabriceerd, dat die barbecue. Ja. Heel snel, ja. Nou, eerst maar.